uit uw voertuig. Ik heb via een informant vernomen dat er vandaag een grote drugstransactie gaat plaatsvinden. Ik wil absoluut niet dat je tussenkomt. Ik wist niet dat je een informant had, hè? Ik snap zelfs niet dat je ons daar niet gewoon over brieft. Dat is MacGyver die zegt meer als een briefing. Flash. Schietpartij aan de gang, parking met opzet. Daar staat een zwarte jeep. Is dat de commissaris? Dat is de chef. Die zijn bezig met Lucia's Oxford, of wat? Wacht, hij rijdt door, pas op. Oh, zij rijdt ook weg, kom. Wie is dat? Deze kan toch gewoon niet? Vreemd, hè, maat, hè? Maar waarom vertelt hij ons ook niks? Waarom moet dat allemaal zo geheimzinnig? Ja, ik zeg het omdat hij misschien zelf in dat crimineel milieu verzeild is of zoiets, hè. Nee, dat is de reden dat zegt, kom niet tussen, want ja, we zouden hem kunnen betrappen. We zijn nog steeds in achtervolging van die jeep. Waar dan een vrouw in zit die ondertussen een wapen heeft gekregen van onze eigen commissaris. Die vrouw zal betrokken moeten zijn bij dat schietincident. En ja, als ze aan de kant zitten. Ja, kom, want dan kunnen die blijven achteruit. Ja, ja, dat slaan. Ja, maar wacht. Ah, oké, ja. Ik snap het. En ja, voilà. Naar uw auto toe. Het is niet de eerste keer, kom, dat zie je direct. Die kent dat, hè? Dat is duidelijk. Wapen weg? Ja, is goed. Op wie is je auto, juffrouw? Hé. Hey. Hé, rustig, ik zal op wie is je auto? Van wie heb je dat wapen gekregen? Spreekt u Nederlands, mevrouw? Do you speak English? Français? Vloms, ja, die wil gewoon niet antwoorden, precies. Dat wapen is veilig, het enige. Ja. Hey. En misschien ook, hoe kom je daaraan? Wat is dat? We vragen u iets, hè, mevrouw? Maar wat komt er dan mee? Dat zijn geen petit gervekkes, hè? We gaan de mevrouw dat haar tong verloren is overbrengen naar kantoor. Het is hopen dat ze straks wat spraakzamer is. Dat we toch iets meer te weten komen over de situatie hier. De man die we daarnet bewusteloos hebben aangetroffen aan zijn auto, is bijgekomen in het ziekenhuis en wordt op dit moment aan zijn hand verzorgd. We zijn nu onze eerste vaststellingen aan het verwerken en we hopen de man daarna nog te spreken om dit dossier te kunnen afhandelen. Ja, dan weten we dat. Ja, merci, hè. Tada! Oké. Dus, die man moest niet geopereerd worden, wist Steven. Dus die verwondingen waren dan blijkbaar toch niet zo erg dan we gedacht hadden. Maar ja, hij is bewusteloos gevallen omdat hem... in shock was. Voilà, in shock van de pijn. Okay, is... Maar hij is bijgekomen, ze zijn hem nu aan het verzorgen en daarna mag hem naar huis. Dat is goed nieuws eigenlijk. Ja, dus dan kunnen we die eventueel... verhoren. Voilà. Ja, misschien weten we. Ik heb de Janssens voor jullie bij. Zeg het eens. Ja, mijn auto. Allee, het klinkt misschien een beetje raar, maar... er is dus langs de rechterzijde, langs de passagierszijde, aan de spiegel is er, hangt er bloed. En uw auto, die staat hier? Ja, ik heb hem hier bij jullie op de parking gezet. Ja, ik weet niet waar dat je... We staan hier daar? Achter. Ah, hier. Ja. Ja, dat is duidelijk, hè. Dat is bloed, hè. Ja. Zeg, heb je iemand aangereden of heb je een auto gewoon zo aangetroffen? Nee, nee, ik heb zeker niemand aangereden. Ik bedoel, ik wou instappen en toen zag ik dat. Ja. Zeg maar... wat is dat hier? Daar plakt hij in, wij zijn. Dat is stof. Dat is raar, hè? Mm-hmm. Zeg, kom eens even mee. Volgens mij is die stof dezelfde stof als van de dimp van die man die we er straks hebben gevonden. Denk je dat? Dat zou wel toevallig zijn, hè? Ja, maar het zou wel kunnen dat zij die man heeft aangereden. Hè?
misschien. Misschien moet je toch even doorvragen. Mevrouw, waar ben jij vandaag zoal geweest? Enkel naar de tennisclub. Ik heb hier een matchje gespeeld met mijn vriendin en ja, ik kwam terug aan een auto en toen zag ik dat. En er is u niks speciaal opgevallen toen? Ja en nee. Allee, ja, vlak toen ik aan de tennisclub aankwam, toen ik de straat inreed, was er een kind dat zonder te kijken de straat opliep om haar tennisbal te pakken. En, maar ik kan die niet geraakt hebben. Ik bedoel, ik heb die nog gezien weglopen. Dus dat bloed kan zeker niet van dat kind? Absoluut niet, nee. Ja, ik werk al lang genoeg bij de politie om te weten welke trucken dat mensen allemaal uithalen om er tussenuit te geraken. Nu, ik zeg niet dat mevrouw schuldig is, maar we zullen dat toch verder moeten onderzoeken om daar zeker van te zijn. Goed, dan gaan wij een procesverbaal opmaken met uw verklaring. U mag vertrekken, maar u moet wel beschikbaar blijven natuurlijk. Ja. Volgens mij heeft u dat gedaan. De enige die het gaat weten, dat is die man zelf. Toch? Dat is we gaan naar het ziekenhuis bellen. Okay. Een beetje doorstappen mag wel, hè. Amai, zeg. Mag je weer op deze stoel zitten? Wat doe jij met de chef op die parking? Wat doe jij met een wapen op je? Hoe kom je aan die vest? Komt er nog iets uit vandaan? Of... Ik heb misschien ja of nee knikken. Dan krijgen we al het. We hebben de zwarte jeep die betrokken is bij de drugsdeal kunnen onderscheppen. De vrouw die erin zat hebben wij in hechtenis genomen en meegebracht naar kantoor. In haar auto hebben wij een tas vol met cocaïne aangetroffen en een wapen. Erik en Brigitte hebben ons ondertussen laten weten dat zij in de andere auto een hele hoop geld hebben aangetroffen. Dus het lijkt mij vrij duidelijk dat die vrouw van plan was om drugs te verkopen en voor dat geld. Patrick, weet jij of Erik en Brigitte al terug zijn? Die zijn op de grond. Ah, misschien even tot daar gaan. Mevrouw even in doorhalen en dan gaan wij even stoppen. Graag. Ja. Het is waarschijnlijk niet de eerste keer dat ze hier zit, Patrick, dus... Yes. Hey. Terug? Ja. Hey, is het meegevallen? Amai, je precies ook al iets gevangen. Yes. Nice, hè. Moet ze nog tellen, maar... Het is gewoon bedragsje, denk ik. Allemaal kraakverse 50 euro benutten. Ja. We zijn die twee mannen gevolgd in die oranje Twingo. En we hebben die nogal rap kunnen klimrijden eigenlijk. We hebben die hun strafblad is gecheckt. Dat zijn geen doetjes, hè. Wapenbezit, drugshandel, ja. Noem maar op. Zitten ze binnen? Ja. Koen, Tineke, onmiddellijk. Zeg, wat is dat? Wat is dat hier? Wat bedoel je? Maak onmiddellijk die boei los. Onmiddellijk. Chef, wacht even. Wij hebben deze... Deze zak terug. Je krijgt straks een uitleg. Chef, van wat? Doe, Tineke, ik gebied u. Doe die boei los. Wat is dat er allemaal, joh? Erik Brigitte, komt erbij. God, chef. Je de wapen niet. Je krijgt straks een uitleg. Inspecteur Bates laat mij spreken. Je krijgt straks een uitleg. Ik stel u voor, Ines Saloua. Onze nieuwe collega. Zij werkt als undercoveragent. Zij zal vanaf nu het rechercheteam van Erik en Brigitte vervoegen. Ik vind het niet fijn om mijn eigen mensen in het ongewisse te moeten laten, maar ja, soms kan het niet anders. Ines zal vanaf nu ons team versterken. Zij is gespecialiseerd in undercoveracties. Een specialisatie die ons alleen maar te goede kan komen. Ik snap deze niet, hè, ja, chef. Sorry. Wij komen ter plaatse... Voor wat dat jij zei dat een verandering van drugs ging zijn, dan is er een schietincident geweest. Wij komen ter plaatse en wij zien u, met haar, in Burger. Je geeft daar een wapen, dat is een Glock van ons. Ja, op het allerlaatste moment hebben ze me laten weten dat die deal op een andere plaats doorging. En ik heb alleen nog hem kunnen verwittigen. Komt het dan dat wij die twee gangsters hebben aangetroffen in uw auto? Omdat zij met mijn oranje twee gewoon gaan lopen zijn. Ze hebben hun jeep achtergelaten. Ik denk dat ze dachten dat dat veiliger was om met die auto te vluchten. En wie heeft er dan geschoten? Ik heb geprotesteerd van mijn auto en daarmee hebben ze een waarschuwingsschot afgelaten. Dus vandaar. Ze hebben ook mijn wapen afgepakt. Het was geen wapen, geen deal. Dus... En vandaar heb vandaar, ik... Hij heeft mij een ander wapen kunnen geven. Dus die drugs die in een jeep lag, dat was van die mannen? Het was de bedoeling dat ik die drugs ging kopen. Ja, dat is helemaal opgezet spel. Mannen, ja, ik chef, begrijp... Nee, oh, weet jij de chance dat jij het gaat? Dat deze is goed gelopen, eigenlijk. Nee, dat is mijn ik begrijp dat je het noorden een beetje kwijt bent, maar...
Sorry, wij konden ook niks zeggen. Die missie moest absoluut slagen. De mannen zeiden, oh. Het is een beetje een vreemde manier om kennis te maken met mijn nieuwe collega's, maar ik hoop dat ze mij deze introductie gaan vergeven, want ik heb van de commissaris gehoord dat het een hele toffe bende is en ik kijk er naar uit om ermee samen te werken. Ja, in elk geval, welkom in ons team, hè. Ja, Brigitte, hallo. Hi, Tineke, hallo. Ja. Ja, ik heb al genoeg introductie gehad vandaag. Maar als je dat zo ziet, die man heeft echt chance, schat ze. Ja, ik ben benieuwd voor als hij langskomt, hè. Volgens mij gaat hij zeggen dat die vrouw hem heeft aangereden. Ik ben daar zeker van. Volgens mij heeft die vrouw vluchtmisdrijf gepleegd. Hoppie. Wat? Je zag toch duidelijk dat die vrouw echt van niks wist? Het slachtoffer van het ongeval aan de tennisclub is ontslagen uit het ziekenhuis en onderweg naar ons. Want er is een vrouw bij ons geweest daarnet die kwam melden dat er bloed aan haar auto ging. We hebben een vermoeden dat zij hem heeft aangereden, want erin hing een stukje van zijn hemd aan haar auto. Maar ja, zij beweert van niks te weten. Meneer, ga maar zitten. Hoe is het met u? Het is allemaal niet zo erg als dat ze dachten. Ja. Mijn pols is gebroken, ik heb een paar schaafwonden. Maar dat is het eigenlijk. Ik ben gewoon van mezelf gegaan omwille van de pijn. Ja. Je hebt toevallig geen idee wat er gebeurd is. Het ging al zo snel. Ik was een telefoontje aan het doen in de auto. Mijn raam stond open, mijn arm in. Uit het raam. Ik stond geparkeerd daar aan de tennisclub naast de baan. Ik zag een tennisbal op straat rollen. Een kind is erachter gelopen. Ik heb dan een auto horen remmen. Ja, een pijnscheut. En ik weet nog dat ik ben uitgestapt. En het eerste volgende dat ik me herinner is dat ik wakker geworden ben in de kliniek. Ja, maar u hebt wel dat kind gezien dat straat opliep. Ik weet dat nog heel goed, want ik dacht, ik hoop dat dat kind niet onder een of andere auto terechtkomt. Ja. Nee, met dat kind is er alle geluk niks gebeurd. Maar ja, wel met u, dus... Ja. En hoezo? Het is zo... Er is een mevrouw eigenlijk langs u gereden. En die zag ook dat kind overlopen en die zodanig moeten uitwijken dat die eigenlijk tegen uw arm is aangereden. En ja, van dat manoeuvre en van het verschieten, denk ik... heeft hij niet eens doorgehad dat hij u geraakt had. Ja, ik ben gewoon al blij dat ze dan niet tegen dat kind gereden is. Ja. Okay. Bedankt om te komen. Ja, nee. Ik zou een hand willen geven, maar... Het is wel moeilijk. Ja, nee. Allee, we kunnen gewoon naar de andere kant. Oké, dank u wel. Ik hoor dan gewoon... Ja, dat komt helemaal goed. Nee. Oh, dank u wel. Ja. Dag. Het is vrij duidelijk. De man was aan het bellen en hing met zijn linkerarm buiten de wagen. En Betty, de vrouw met de wagen met de bloedsporen, moest uitwijken voor een kind en is dan eigenlijk zo tegen zijn arm aangeknald. En ja, zo ziet je maar. Hou altijd je armen binnen. Laat kinderen nooit of dieren nooit hun hoofd uit de wagen steken, want dat is echt levensgevaarlijk. Niet doen. Tineke? Jij wacht ons, hè. En, dokter? Dat is een dader die heel driest te werk is gegaan. Hè. Goed nieuws, we hebben een match. Morgen straat wil ik dat gezien. Dus we hebben een naam. Maar de zoon is gaan vliegen. Wat is dat? Onze Jens en ik, we wouden een luchtballon maken. Hij is gaan vliegen. Goed, daar. Jens! Jens! Tineke, kun jij zien wat hij erin zit of niet?